allemaal, mijn naam is filmcoach Freek en ik ben een van de filmcoaches van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Nou, als filmcoaches nemen wij alle kinderrechtenfilms op basisscholen in heel Nederland. Maar vanaf vandaag ga ik jullie regelmatig een kijkje geven achter de schermen bij het Kinderrechten Filmfestival. En we starten vandaag. En actie! Over 3 dagen is het Kinderrechten Donderdag en dat betekent dat er weer een film in première gaat op ons YouTube-kanaal. Yeah! Deze film die hebben we gemaakt met kinderen uit Geesteren en gaat over het recht op spelen en recht op een eigen mening, inderdaad. Dus als je hem wilt zien, dat kan, want hier alvast een voorproefje. Hi beauties! Yo. Het zijn echt vet veel views. Oh, het is echt zo geweldig. Ja! Ja, we vinden jullie video's altijd heel nep en een beetje overdreven. Doe die maar. Misschien moeten we het eigenlijk een keer ergens anders over hebben. Oké, dan maken we onze volgende video over kinderrechten. Wat? Kinderrechten. Kinderrechten. Nee, niks aan. Probeer die anders eens. Maar dit is maar geen klein video. Vorige week is de film De Club van 13 in première gegaan op ons YouTube-kanaal. Hebben jullie hem al gezien eigenlijk? Ja! Oké, okay, nou kijk, dat is goed. Maar als jij hem nog niet gezien hebt, check hem dan even snel. Inmiddels is de film De Club van 13 al meer dan 22.000 keer bekeken. En het leek me leuk om even wat reacties uit te halen. Ik heb hier bijvoorbeeld een reactie van The Coole Boy. En nou, zoals jullie weten gaat elke donderdag om 4 uur een film live in première op ons YouTube-kanaal. Maar The Coole Boy is dat nu al 2 keer vergeten en dat vind ik heel erg jammer. Dan hebben we ook nog een reactie van Jolanda Joosten. En zij zegt, ik vind het fijn dat jullie deze video's maken. En Fleurtje Bouwens die zegt, ik ben echt zo'n fan van jullie films. Nou, dat zijn echt hele leuke reacties. Dank jullie wel daarvoor. Wij vinden het ook echt super cool om de films te mogen maken. En ja, natuurlijk ook om jullie dan te leren over de kinderrechten. Verder hadden we ook nog een vraag gesteld bij het bekijken van onze film van afgelopen donderdag. En die staat dan zo daar in het hoekje. En die vraag die was, ja, ben jij blij dat je in Nederland woont? Nou, op die vraag is echt superveel gereageerd. En 80% van jullie gaf aan van ja, ik ben blij dat ik in Nederland woon, omdat alles gewoon heel goed geregeld is. Nou, dat is super fijn om te horen natuurlijk. Nou, ik ben heel benieuwd of jij blij bent dat je in Nederland woont. Of vind je nog dat het beter kan? Nou, laat het achter in de reacties. Nou, sowieso, als je een vraag hebt over het Kinderrechten Filmfestival, of over de kinderrechten, of over de filmcoaches, dat kan. Laat het achter in de reacties en wie weet beantwoorden we jouw vraag de volgende keer. Vergeet natuurlijk niet op ons kanaal te abonneren en het belletje aan te zetten, want dan mis je geen enkele film. Nou,